Hallo? Luigi's Mansion begint nu al, jongens. Het is nog niet eind oktober, maar Luigi's Mansion begint gewoon nu al. Wat doe jij hier? Yo, Nintendo fans. Super tof dat je weer kijkt naar een gloednieuwe video op je favoriete Nintendo kanaal. En vandaag gaan we weer verder met Link's Awakening. Een game die we toch wel heel graag uit willen spelen op dit kanaal. Binnenkort Luigi's Mansion 3. En daarna natuurlijk Pokémon Sword and Shield. We komen nu bij deze vis terecht. Hallo visie. I am Manbow, child of the sunfish. Have you got an ocarina? Hey, ja natuurlijk heb ik een ocarina. Die heb ik al lang gevonden. Oh, ze gaan een liedje zingen. Dan gaan we even luisteren. Oeh, goede vibe man. Ja, het klinkt wel. Klinkt dit als de Mambo, jongens? Ik heb geen verstand van muziekstijlen en zo. Dus het zou heel goed kunnen dat dit als de Mambo klinkt. Oh, niet zo boos kijken. Niet zo boos kijken. Ik ben je vriend. We hebben Mambo's Mambo geleerd. En als ik uit het water kom, dan moet ik het even gaan spelen. Oké. Als je de Mambo speelt, dan kan je warpen naar een warppunt op het eiland. Oh, dat is nice. En we kunnen het ook in dungeons gebruiken. En dan gaan we waarschijnlijk naar het begin van de dungeon. Oh, en we mogen ook naar Mambo's pond warpen. Nou, heel goed. Superleuk. Nou, het is wel echt heel erg handig om deze te hebben. Want dan hoeven we niet steeds van die warppunten meer op te zoeken. Dan kunnen we gewoon vanuit elk punt warpen. Dus dat is wel echt super duper nice. Let's go. Ik denk dat we deze kant op moeten. Als we tenminste hier nog verder kunnen. Oh, kijk, watervalletje. We kunnen zeker hier verder. Oh, ik zie een shell, ja. Ik weet niet of jullie hem ook zagen. Ik zag die Secret Seashell, jongens. Misschien moeten we er weer even een paar gaan inleveren. Want dan kunnen we dus weer... Dan kunnen we weer iets. Misschien krijgen we dan wel weer een cadeautje. Dat zou wel lekker zijn als we weer een cadeautje krijgen. Hallo? Luigi's Mansion begint nu al, jongens. Het is nog niet eind oktober, maar Luigi's Mansion begint gewoon nu al. Wat doe jij hier? Die spook die kijkt echt zo verdrietig. Arme spookje. Ik heb superveel medelijden met dit spookje. Kijk hoe zielig die kijkt. Ligt hier nou gewoon een heel hartje? Is dit een heel hartje? Nee, oké, het is een kwart hartje. Ik dacht al, man, dat er gewoon een heel hartje hier op de bodem lag. Maar Spooky, ik weet niet wat je komt doen. Ik weet ook niet wie je bent. Ik weet niet waar je vandaan komt. Moeten we hier naartoe? Kunnen we hier uit? Nee, we kunnen hier niet uit. Oh, the house at the bay. The house. Take me. Dat is wat het spookje van ons vraagt. We moeten hem thuis brengen. Ben je huis kwijt? Ben je daarom zo verdrietig? Echt, als het spookje in Luigi's Mansion zat, dan had ik hem opgezogen met mijn stofzuiger. Maar goed, nu laten we aardig zijn voor dit lieve spookje. Hij is toch wel, ja, hij heeft wel wat schattigs. Ik kom in ieder geval niet naar die kant toe. Misschien kan ik wel hier naartoe. Waar komen we überhaupt uit als we hier naartoe gaan? Hiernaast is een wildwaterbaan of zo. Oh, daar ligt ook een kwart hartje. Maar ik moet nu dus naar het huisje. Hij wordt een beetje ongeduldig. Ik weet niet waar ik helemaal naartoe ga, jongens. We zijn inmiddels al aangekomen op Oekoekoe Prairie. Oh, kijk, hier kunnen we eruit. Top. En ook hier naartoe? Nee, Rick, nee. Nee. Oh, wacht. Hoetoet komt eraan. Hoetoet! Ja, Hoetoet. Er zijn twee shrines. Eentje in het noorden en eentje in het zuiden. We moeten eerst naar het zuiden. Daar spreken de oude ruïnes over de windvis. Daar gaan we heel veel leren. Oké, we gaan hier niet naartoe. Let's go. We gaan gewoon gelijk naar ons doel. Naar het zuiden. We moeten toch ook naar het zuiden volgens mij voor dit spookje. Want hij zei zijn huis bij de baai. En de baai is ook in het zuiden. Dus daar, daar gaan we even naartoe. Maar eerst ga ik aan. Die voor jou. Jongens, laat me jullie nou gewoon een keer slaan. Waarom moeten jullie altijd terugslaan? Waarom? Hier, op je bakkes. Even wat seashells inleveren. Kijken of we tot het volgende puntje kunnen komen. Ik denk het niet, hè? Of wel? Oeh, bijna. Bijna. Nou, we hebben er nog wat meer nodig. Nu gaan we echt naar het zuiden, jongens, met het spooky. Eens even kijken, zijn we er al? Is dit al de baai? Bye bye. Die was precies op het goede plekje. Die konden we even slopen. Dit is Martha's Bay. Hier, dit is waar we naartoe moeten. Hallo, Martha. Toen Martha hier aan het zwemmen was, is ze de ketting verloren van de nek. Als ze dat vinden, dan krijgen we een scale van haar staart. Oké, we gaan zoeken. Waar is de ketting? Oh, wacht, daar staat wel een beeldje. Oh, en hier is weer een kwart hartje. Let's pak het. Let's pak het. Eigenlijk moet er nog een derde taal bij. Let's pak das. Nieuwe uitspraak. Nieuwe merch, jongen. Ik ga het op merch zetten. Merch link hieronder in de beschrijving. Merch, let's pak dat. Let's pak das. Oké. Waar is jouw ketting, mevrouwtje? Is je ketting onder de brug? Heb je hier verstopt? We kunnen hier nog naartoe ook. Yo, meneer. What you doing, man? Ik ben hier. Hallo, ik ben een vis. Blub, ben een klein groen visje in een heel klein meer onder je brug. Kan ik hierin? Ja, kijk. Nou, oké, nu kan ik wel met hem praten. Oh, wat heb je daar, Jan? Dit is geen vishaak, hè? Jawel, het is wel een vishaak. Oh, dus daar was die vishaak voor deze visser. Als je wil weten hoe je aan de vishaak komt, kijk in de vorige aflevering of de aflevering daarvoor. Daar hebben we de vishaak gekregen. En we gaan dus even kijken wat hij opvist. Ah,
dat is een grote. Yeah, nice. Zo, dat ging lekker. Hebben we alvast dat dingetje ook weer te pakken. Hoppakee. Kunnen we Tsuruk Tsumarta. We maken er gewoon een Duits YouTube kanaal van, jongens. Wir gehen Tsuruk Tsumarta. Zu bring das... Ja, ketting. Zu Marta. Marta is ook wel echt een Duitse naam, jongen. Mijn naam is Marta. Nou, we krijgen een skill van haar, want we hebben de ketting gevonden. Ho, Link. Ho, nee. Link gaat gewoon nu onder water, hè. Die gaat eventjes daar zo... Ik voel me een klein beetje ongemakkelijk bij wat Link nu aan het doen is. We hebben een skill van haar geript. Oh, en ze zwemt gezellig weg. Nou, doei Marta. Ik zag nog wel een beeldje daar zo ergens. Even kijken, waar zag ik dat beeldje? Hier staat dat beeldje. Hoe kom ik daar? We moeten daar zien te komen aan de overkant. Het zal vast wel lukken als we hier omheen gaan. Ja, deze kant. En dan hier naar beneden. Bruggetje oversteken. En... Oh nee. Nee, daar zijn we nog niet bij de skill. Daar zijn we wel bij de L. Oh, die geeft een hint over de brug. Ja, als we er niet uit hadden gekomen, hadden we met deze L moeten praten. En dan konden we dus daar naartoe. Kijk, ik kan daar dus nog niet naartoe, naar die skill. Want ik heb de haak nog niet. Ik kan hier niet overheen springen, ben ik bang. Ik kan het wel even proberen, maar ik denk niet dat dat... Nee, dat lukt niet. We hebben dus echt de haak nodig. En dan denk ik echt wel dat we de haak hier in dit kasteeltje, in deze dungeon gaan krijgen. Waar we ook nog even in moeten zien te komen. The house, take me. Oh ja, we moesten ook nog hem naar huis brengen. Zullen we dat eerst even doen? Ik heb nog geen huis gezien aan deze kant van de baai. Alleen een telefoonhuisje, maar dat zal niet de plek zijn waar we dit spookje moeten brengen. Kijk, hier hebben we nog zo'n telefoonhuis. Daar hebben we een grot. Een grot is geen huis. Ik denk niet dat we hier naartoe moeten, toch? Dit is niet jouw huis. Nee, nee, hij wordt hier niet heel gelukkig van, het spookje. Heeft Urira nog wat te vertellen? Oh, je bent hunted door een spook. Je moet hem even brengen naar waar hij naartoe wil gaan. Ja, Ben ik toch mee bezig, Urira? Mijn Captain Obvious. Daar is ook nog iets. Misschien ligt hieronder wel wat nutbaars. Iets nut. Nutbaars. Een seashell. Dat is behoorlijk nutbaar. Let's pak this. Let's pak dat. Die houden we erin, jongens. Ah! Oh, kijk, zie je dat? Ziet er wel uit als een oud verlaten huisje. Maak even een mega jumpy. Hoppa. Ja! Hier. Enter my house. Is dit je huisje? Oh ja, dit ziet er echt wel heel uit. De vloer is gewoon kapot, alles. Er staat nog wel een mooie bloem trouwens. Die doet het nog wel goed in het oude huisje. Wie zou hier wonen? Welke geest is dit? Ik wil echt een beetje medelijden met dit spookje. Het spookje zegt ook nostalgie, onveranderd. Kijk het spookje nou. Dit is toch super sad. Ik ben blij dat jij niet in Luigi's Mansion 3 zit, jongen. Of meisje. Misschien is het een meisje. Het is een roze spookje. Dus het zou ook zomaar een meisje kunnen zijn. Meisjespook. Deze persoon ziet er wel uit als een ontdekkingsreiziger of zo. Ik bedoel, er staat daar een rugtas, een landkaart, een kompas. Wie is dit? Jongens, weten jullie wie dit is? Deze ontdekkingsreiziger of reizigster. Blijf je nu hier in je huisje? Krijg je nu weer een beetje een happy face of niet? Spookje zegt genoeg. Begraafplaats. Breng me naar mijn graf. Ik heb hier poeder. Ja, kijk. Het kan aan, maar het doet niks, zo te zien. Oh, sorry dat ik je huis sloop, maar kijk, dit bedoel ik dus, hè. Vanuit gevoelens zou ik zijn huis niet willen slopen. Maar als ik het niet gedaan had, dan had ik deze secret seashell niet gehad, ja. Nou, ik heb wel een lampje voor je aangedaan. Ik heb wel vuur gemaakt voor je. Nou, oké, we gaan naar het graf. Er is natuurlijk een begraafplaats. En ik denk dat we dus naar de begraafplaats moeten. Die is hier ergens... Oh, auw. Die is hier ergens boven. Let's pak das begraafplaats, jongens. Of zouden ze hier boven bedoelen? Nee, dit lijkt meer een plantage of zo. Waar is de begraafplaats van dit spookje? Even kijken hoor. De begraafplaats was hier ergens boven. Oh nee, helemaal niet. We zijn hier bij het kasteel. Wacht, we gaan even vragen. Misschien heeft Urira nu een duidelijker antwoord op waar de begraafplaats is. Nee, nog steeds hetzelfde. Ik heb trouwens ook ergens één losse grafsteen gezien. Wat was dat ook alweer? Misschien moeten we wel daar naartoe. Misschien moeten we niet naar de algemene begraafplaats, maar dus naar die begraafplaats waar maar één grafsteen staat. Volgens mij was dat hier ergens. Nee, niet hier, want hier kunnen we nog niet naartoe. My grave. Take me to the grave with flowers. Ja, daar lagen inderdaad bloemen. Waar was dat? Dat was hieronder. Nee, dat was hierboven. Hier was dat volgens mij. Dus je hebt hier de algemene begraafplaats en dan heb je hier nog een graf zitten. We komen wel ergens. Waarom ben ik hier nog nooit geweest? Ik ben hier al zo vaak langs gelopen. Dit was me nog niet opgevallen. Dan kunnen we deze weghalen en dan deze weg duwen en dan kunnen we even kijken wat er hier in het kistje zit, jongens. Roepies? I knew it, roepies. Maar dan kunnen we nu denk ik ook pijl en boog gaan kopen. Yes! Kijk, we hebben nu genoeg roepies voor de pijl en boog. Plaatsen we hier nog even een bommetje voor. Hoppa. En dan, ja, dan hebben we weer een kwart hartje, jongens. Hebben we nu weer een heel hart? Ik denk het wel. Ja, zie je? We hebben 4 stukjes hart, dus we hebben weer een hartje erbij. Dat gaat best wel lekker. Hoe komen we nou daar, jongens? Ben ik nou gewoon echt langs een trappetje gelopen? Rick, ben je nog niet wakker of zo? Kunnen we hier naar boven? Hier kunnen we gewoon naar boven. Oh. Moeten we hier graven? Dat kan ook nog wel eens, hè? Dat we ergens moeten graven. Nee, helaas. Kijk, hier is dus de algemene begraafplaats. We kunnen hier wel even overheen lopen. Hallo, spookies. Is dit jouw plek?
Nee, dit is niet jouw plek. Hier ben ik al geweest. Maar ook hier heb ik dus de haak voor nodig. Kan ik deze spoken ook slopen? Wat zit je nou hier achter me aan te vlieren, fluiten, joh? Hoppa. Nee, dit ziet er niet naar uit alsof hier iets gebeurt. Wow, wat zijn dit voor droepies, jongens? Maar volgens mij is hier nog een graf. Kijk, zie je? Hier staat nog een grafsteen en inderdaad met de bloemen. Ja, dit moet het wel zijn, jongens. Dit moet wel. Ja, en een secret shisha. Die graven we dus ook nog eventjes op. Lekker. Nu kunnen we trouwens ook hier naartoe. Ik weet niet of ik daar al geweest ben. Maar hier moeten we in ieder geval even zijn om het spookje naartoe te brengen. Oh, het arme spookje. Ik vind het spookje zo zielig. Ja, het spookje kijkt vrolijker. Yes. A jar for you. Put something inside. Bye bye. Oké, doei spookje. Ik ben blij dat ik je geholpen heb. Ik ben blij dat je nu weer een klein beetje kan lachen. Want je zag echt zo verdrietig uit. Maar we hebben een fairy bottle en hier kunnen we dus fairies in stoppen. En dat is super handig, want als je dan weinig hartjes hebt, dan kan je dus die fairy gebruiken om weer meer hartjes te krijgen. En Hoetoet komt ons ook even wat vertellen. It has been some time since our path crossed, lad. Gast, ik heb je echt 5 minuten geleden nog gezien. We moeten dus naar Marta's Bay en dan moeten we duiken om de Catfish Mall in te gaan. Hoe dichter bij je komt tot de windvis, hoe rustelozer die wordt. Mazzel. Ik ga zo, echt zo, naar Marta's Bay, jongens. Rustig aan. Chill. Ik ga eerst hier even wat grafdelvers lopen. Ze blijven wel komen, die gasten, jongen. Ik wil even kijken of ik hier al geweest ben, namelijk. Volgens mij was dit letterlijk de andere kant van die grot waar we net waren. Zie je? En nou kan ik gewoon als het goed is warpen door de manboot spelen. Kijk, lekker. Dan kunnen we gewoon naar Marta's Bay warpen. We hoeven heel dat end niet meer terug te lopen. Super duper nice. En dan zijn we bij Marta's Bay. Moeten we alleen even kijken hoe we dat kasteel in gaan komen. Terwijl we weer even een seashelletje pakken. Hoppa. Ze liggen echt voor het oprapen in deze game, jongens. Link, heb je zin in natte kleren? Duik maar even lekker het water in, jongen. Zet wel even je veertje aan en je bom aan. Zo, hoppa. Auw, bom op mijn bakkes. We moeten dus hier naar binnen en we moeten dus duiken. Easy, jongens. Dat was echt wel makkelijk. Oké. Is dit net zo makkelijk als de puzzel? Ja, blijkbaar wel. Er zijn geen eens vijanden hier, man. We kunnen gewoon heel chill, lekker rustig zwemmen. Nat pakje halen, flippertjes aan. En hoppakee. Naar het kasteel. Naar Marta's Bay. En hoe heet dit kasteel? Het kasteel heet de Catfish Mall. Het klinkt al best wel epic, deze muziek. Maar deze dungeon gaan we uitspelen in een volgende aflevering. Doe even een blauw duimpje omhoog voor deze serie. Abonneer op mijn kanaal voor meer Nintendo video's. En wil je merch? Let's get das! Staat nog niet echt in de merch store, jongens. Dat is nep. Maar je kan wel andere merch checken in de link hieronder of ergens. Fanviber, rikachu.fanviber.nl. Anyway, wil je mijn live zien gamen? Volg me op twitch.tv/rikachu. En dan zie ik je daar. Of gewoon bij de volgende video. Mazzel. Die merch staat trouwens wel in de store. Mazzel merch. Mazzel.